Ja, wat zien we hier allemaal? De vereniging Uit Valkenburg die heeft hier een aantal replica's. Dus hebben ze eigenlijk hier neergezet op zuilen. Die voorwerpen die hebben ze nagemaakt. Dus de echte stukken die staan in musea. Maar die hebben allemaal wel met het verleden van Valkenburg, het Romeinse verleden, te maken. En die hebben ze eigenlijk in epoxy gedaan, zodat het goed houdbaar blijft en doorzichtig is. En hebben ze hier een stuk of 6, zijn het er geloof ik, als ik zo even kijk. Ze hebben ze hier neergezet. Om als je hier binnenkomt bij het Torenmuseum, meteen even getriggerd te worden door die Romeinse geschiedenis. En te kijken van wat er hier allemaal gevonden is destijds. Dus echt een prachtig initiatief van de vereniging.